Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is tijd voor het vierde bier uit de serie van Two Chefs. The Evolution of IPA. En we eindigen met een New England IPA. De laatste in de serie. En daar staat het volgende over geschreven in het boekje. De eerste New England IPA ontstond per toeval toen de gedraaihopt werd gedurende de fermentatie en dat pakte bijzonder goed uit. Het bier is hazy en juicy, wat troebel en fruitig in de smaak en aroma met een licht bittere afdronk. Het is heerlijk sappig met een beetje mango passievrucht in de aroma's en aroma's van gemaaid gras. Een echte allemans vriend. Gehopt met nogal fruitige cashmere, Idaho 7 en strata. Gebrouwen met gerst, tarwe en spelt en gefermenteerd met een mooie verdant gist. 6,5% in alcohol en een IBU van 40. Tot nu toe echt een superleuke serie, al zeg ik het zelf, echt heel geslaagd. Voor mij waren de eerste twee net even wat beter als de East Coast. Ik vind hem echt heel erg leuk. Er staat weer van 8 van alles op. Een zakenman met een jetpack, een robothond, robot. Leuke blikjes ook. Ik zie hier ook boven staan. Leuk voor op de achtergrond. En ja, ik ben heel benieuwd wat deze dan weer gaat brengen. Ik hou wel van New England IPA's. Oeh, ik ruik het hier al zeg. Hij schenkt vrij easy in. Oh, lichtjes. Lichtjes. Een beetje donker oranje kleur. Verlicht oranje. Kleine schuimkraag. Met een mooie, mooie witte schuimkraag. Kleine belletjes. Ziet er heel leuk uit. We gaan even snel naar de neus. Ja, hij heeft zeker dat mango passievrucht. Mooi, ruikt ook een beetje zoetig. Lekker hoppig. Het is echt heel uitnodigend. Dus ik ben heel benieuwd. Gaan we hem even proeven. Proost. Heel mooi mondgevoel. De smaken zijn weer heel subtiel. Heel laagdrempelig. Zoals ze gewend zijn van Two Chefs. Wat ik echt heel fijn vind. Heel doordrinkbaar. Een heel licht bittertje er ook in. Maar mooi romig mondgevoel. Die passievrucht komt echt heel goed terug. En super juicy. Ja, het is niet. Ik heb het al vaker gezegd over Two Chefs. Het is nooit een klap in je gezicht qua smaak. Het is allemaal heel subtiel. Het drinkt echt super lekker weg. Ja, wederom echt een heel mooi bier. Als ik dan een winnaar moet gaan kiezen. Ja, moet ik dat? Weet ik eigenlijk niet. Moet ik een winnaar kiezen? Ik vond die Britse IPA en de West Coast vond ik echt geweldig goed gelukt. De East Coast was echt heel erg mooi. Vond ik net even misschien wat minder. Deze is echt wel weer top. Ja. Ik ga gewoon voor de bittere bieren. Ga ik gewoon als winnaar kiezen. De East Coast en de New England IPA gaan gewoon lekker op de tweede plaats komen, denk ik.
Waarom? Omdat, ja, gewoon, weet niet. Hoe moet ik het uitleggen? Nee, weet niet. Hele leuke serie. Toeschefs, hartstikke bedankt voor het toesturen van dit bier, want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door hun. En ja, zijn we aan het eind gekomen van deze leuke serie. Misschien binnenkort weer eens een hele leuke serie gaan doen. Altijd leuk. Ken je de serie? Laat even weten wat je ervan vindt. Heb je hem gehad? Wat vind je van Two Chefs? Heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat even weten onderaan de video. Ik zal even een linkje plaatsen naar de website van Two Chefs. Kun je kijken wat ze zullen doen. Geen idee of ze deze set nog verkopen, maar neem er even een kijkje. Linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. Als je dus wil weten wat de score van dit bier is. En linkje naar de website van de Dutch Beer Collective, waar je deze review gaat vinden samen met reviews van Thomas en Remy, die overigens ook deze set gehad heeft en ook wel wat van gereviewd heeft. Dus check ook zijn kanaal even. En Douglas staan uiteraard ook reviews van op de website. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers.